Rethink Tourism is het thema van de World Tourism Week. Deze duurt van 23 september tot en met 27 september 2022. De kick-off heeft gisteren plaatsgevonden door de directeur van het directoraat toerisme van het ministerie van TCT, Rabin Buddha. Het thema van dit jaar en andere factoren zullen een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling binnen de toerisme sector, stelt de directeur. We moeten met z'n allen gaan nadenken hoe wij het toerisme duurzaam kunnen ontwikkelen. Elk district heeft hoge potentie. Natuur, cultuur, evenementen, just name it. We moeten samen gaan nadenken hoe we het toerisme duurzaam moeten ontwikkelen. Education, zonder educatie gaat er geen ontwikkeling komen. We hebben de SATTC en andere opleidingsinstituten. En ik kan u zeggen, PTC, ze zijn niet hier, maar PTC heeft zelfs gevraagd om bij een van onze activiteiten een boot neer te zetten, omdat ze dit jaar met de HBO toerismeopleiding gaan beginnen. In diverse districten zal er aandacht gegeven worden aan de toerismeweek dit jaar. Elk district krijgt de mogelijkheid zich te presenteren aan het publiek. Om ons land meer toeristvriendelijk te maken, zal het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, middelen vrijmaken om in elk district een toeristeninformatiecentrum op te zetten. Vanuit TCT faciliteren wij elk district, de totale toerismesector, met trainingen, met awarenessactiviteiten. En ik mag het verklappen dat wij hopen om dit jaar al in Koroni en in Saramaka te beginnen met toerist, met de bouw van Tourist Information Centra Alawakapasi. Het Tatakolinplein wordt helemaal omgebouwd. De DC-woning en het terrein daar wordt helemaal omgebouwd Alawakapasi. En voor volgend jaar hebben wij al in de planning om één op Marowijne of in Marowijne te bouwen en één op Atjoni. En zo gaan wij proberen om elk district verder te ondersteunen in het ontwikkelingsproces. Een belangrijke voorwaarde om succesvol als vakantiebestemming internationaal mee te tellen is een klantgerichte houding. Dit zei minister Albert Jubitana van TCT bij de kick-off van de Tourism Week. Het beschermen van de natuur en de cultuuruitdrukking zijn belangrijk voor de waardering van ons land. Die liefde alobisom abi voor onze natuur en onze cultuur, het begint bij ons. Na unu ay biging, ik zal beginnen met lokaal, want ik zie dat die drive er is om, ondanks die tegenslagen die we hebben gehad de afgelopen periode, dat die motivatie erin zit, die inspiratie erin zit, om je district zo veel als mogelijk te gaan promoten in deze week. En ik juich dat toe, het doet me heel goed, moet ik zeggen. Het beraakt me om ook vanavond dat met jullie te delen. Reden waarom, toen we zijn gestart, de directeur en ik, we hebben onze brainstorm sessies gehad. En we hebben gezegd, we gaan beginnen met elk district. We gaan ze allemaal pushen dat ze hun eigen identiteit, wat hebben ze allemaal te bieden.